Een hele goede morgen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is zaterdagochtend 20 november. 20 november alweer, jongens. Tijd gaat hard. Kijk, we zijn blij met de kerstboom. Ik vind dat zo gezellig. Zometeen gaan we even naar de bibliotheek. En nog even wat korte dingen doen. Dan ga ik vlog editen. En dan hebben we vanavond date night. We gaan naar de bioscoop. Girls for the Hells is nieuw. 2 films. Maar daar hebben we later meer over, dus. Veel plezier met deze vlog. Wij hebben net kip gehaald en ze deelden gewoon aan de kinderen gewoon zo'n klein bakje uit. Dus wij wilden eigenlijk een grote zak, zodat we met z'n allen konden. Maar dat hoeft dus niet meer, want ja, ze delen gewoon aan kleine kinderen uit. Dus dat is wel echt super lief. Dat is echt, dat is echt wel oldschool, dat doet echt niemand meer, gratis iets weggeven. En voor ons kregen kinderen ook al, dus echt super lief. Dus wij gaan even smikkelen. Wij zijn weer thuis. De kindjes zijn boven. De een gaat slapen, de ander gaat lekker boven spelen. En ik ga editen. Het is wel echt al veel later dan dat ik gepland had. Dus het is 2:15. Maar goed, we hebben er echt gewoon uit kunnen slapen. Want de kindjes, ja, eentje was aan het spelen en de ander hoorden we eigenlijk niet. Dus we zijn er echt om 10:00. Nee, 9:30 zijn we eruit gegaan. Dus dat is echt... Ja, en weet je, met onze kindjes mag ik echt in onze handen klappen. Mogen echt in onze handen klappen met hoe laat we uit bed kunnen. Ja, ze zijn wel, ik zeg, ze zullen wel eerder wakker zijn, maar echt voordat ze zich laten horen. En we zijn ook uit onszelf uitgegaan, want ze hebben zich niet echt laten horen vandaag. Oh, maar goed, ik ga in ieder geval vlog editen, want we gaan op tijd weg, want we gaan dus naar 2 films. Dus ik moet wel even wat doen. Ik zit bij de bioscoop, maar natuurlijk ben ik niet alleen. Kijk! It's over there. Dus, we hebben net Ghostbusters gezien, dat was de eerste film waar we naartoe gingen. We gaan nu naar de tweede film. En we gaan nu naar Last Night in Soho. Maar we hebben zo eigenlijk niet echt een idee waar die over gaat. Hoe dan? Ghostbusters? Ja, was leuk. Ook leuk dat de... Yes. Nee, want dat staat ook toch in de trailer. Oké, dan knip ik dit eruit. Ook leuk dat. En meer ga ik niet vertellen. Dus, nee, was leuk. Was leuk. We moeten alleen nu wachten, want het eetgebeuren gaat natuurlijk om 8:00. Dicht, want dat mag dan weer niet. De bioscoop mag open zijn, maar je mag geen eten meer halen hier. En dat is wel subsuf, want daardoor mag er ook geen pauze zijn, of is er geen pauze. En nou moeten we heel lang wachten, terwijl eigenlijk de films naadloos van elkaar zouden overlopen. En we kunnen ook gewoon in de zaal zitten. Roos, ik zei, we zijn daar naar schoonmaak gaan kijken. Helemaal leeg, dus kijk. Wat? Gewoon een leegzaal, maar niet voor lang, want ik weet dat ik niet als enige kaartjes heb gekocht. Want toen ik kaartjes kocht, bestelde, deed, toen waren er ook al allemaal plaatsen weg. Alleen daar achter in de hoek. Maar er zit nu nog niemand. Maar dadelijk vast en zeker wel. Nou, jullie snap ik, ben me aan het vervelen. Dus vandaar dat er dit soort onzin uitkomt. Maar ja, Zo, ik loop weer uit de bioscoop, as you can see. Nou, wel feest, hè? Oh, feestje. Daarboven, ja. Oeh. Feestje! Maar daar gaan we niet naartoe. We lopen gewoon door de stad richting de auto. Hoe dan ook. We waren dus net nog bij Last Night in Soho. En we wisten eigenlijk niet precies waar die over ging zo. Maar man, hij was echt... Ik vond hem echt reet spannend. Ik vond hem ook echt goed. Echt heel veel... Of heel veel. Echt nog wel een aantal plot twists. En die je dan net... Ja, weet je al... Was, ja, is het 3 seconden van tevoren dan... bedenkt van, hé, wacht, dit zou het ook nog kunnen. Ja. Dus, Niet dat al een uur van tevoren aan zag komen van, oh nee, maar dan gaat eigenlijk dat blijkt het te zijn. Nee, precies. Dus hij was wel echt vet, dus hou je wel van een beetje spanning. Ik heb heel de tijd Roy's hand vrijgekregen, want ik vond hem echt, echt spannend gewoon, zeg maar. En best, hij had ook wel echt scary effecten. Ja, ik zal eens kijken. Wat dus, ja, weet ik niet precies. Een thriller, achtig. Drama, horror, mystery, thriller. Ja, nou ja, dat is, dat was het ook. Horror, iets minder. Horror minder, ja nee, maar goed, er kwam bloed in voor, hè, dus dan. Ja, maar je maakt het automatisch horror. Ja, daar heb ik ooit zo geleerd, dat als bloed ervoor komt, dan is horror en anders is het thriller. Oh. I don't know if that's true, maar zo heb ik dat geleerd heel lang geleden. Maar ja, nogmaals, ik weet niet of dat waar is. Dus. Goed, het regent, dus ga jullie wegleggen. Ik heb eigenlijk niks meer te vertellen, behalve dat het gewoon een goede film was. Dus
En Ghostbusters was gewoon heel erg leuk. Ja. Gewoon ouderwets, ja, weet je, het is geen hoogstaande film. Maar het zat wel cool in elkaar. Dus ja. Een hele goede morgen. Het is zondagochtend. Wij kunnen rustig aan doen. We moesten eigenlijk voor 10 uur onze kinderen ophalen bij mijn ouders. En die appten, mag ook al 11 uur worden. Het was chill. Dus ik heb alweer net wat voor school kunnen doen. Gewoon even van die hele kleine dingetjes, weet je wel. En voor de deel 2 van de vorige week vlog. Want die had ik helemaal afgeëdit. Maar die moest nog geüpload worden. En even een thumbnail gemaakt. En daar moest nog een thumbnail voor worden gemaakt. Goeie zin dit. Goed. En toen dacht ik, nou, we hebben kort tijd, want Roy is nog even een boodschappenlijstje aan het maken. We moeten zo nog even korte boodschappen doen. En ik dacht, ik ga die even in elkaar zetten. Dit is een balanskit. En die heeft Lucas vorige week voor zijn verjaardag gehad. Ik dacht, even kijken hoe het precies in elkaar moet, want zo moeilijk is het niet. Niet dat we nou per se heel veel ruimte hebben, maar ik dacht, nou ja. Zelfs straks als de kerstboom weer weg is, dan hebben we weer wat meer ruimte. Maar ja. We doen het er maar mee. Het is sowieso super leuk. Ik denk dat Lucas en Isabel ook hoor. Dat die dit echt onwijs tof vinden. Dus ik ga hem even in elkaar zetten. Nou jongens, hij staat. Je kunt ze op 2 manieren erin doen. Je kunt ze helemaal recht laten lopen. Of zoals ik daar heb gedaan, van boven naar beneden. En je hebt dus 2 kanten. Dit is een ruwe kant. Maar je hebt dus ook een kant met dit erin. En dan kun je van die foamen figuren in zetten. Dus bijvoorbeeld daar kun je dan overheen stappen. En hier ook. Dus dat is wel echt heel leuk. Ja, ik ben benieuwd. Het is wel iets groter, want hij blokkeert nou de hele weg. Maar goed, het is super makkelijk op te ruimen. Dus ik ben benieuwd hoe die... Ja, hij is ook super makkelijk op te ruimen. Dus ja. Kijk, wij moeten er niet op gaan staan. Nee, doe maar niet, want hij ligt hier scheef. En dit is dan? Dan kun je overeen stappen bijvoorbeeld. Ja, er zijn... Dieren, foam dingen. Nee, maar obstakels bedoel ik. Obstakels. Precies, mooi woord. Papa! Ja, moet je overheen stappen? Nee, laat staan. Waarom hang ik nou uit, Isabel? Nee, want dan kun je niet overheen stappen, schatje. Nee, ruimte ertussen laten. Dat is ook ruimte. Nee, ik ben niet open. Het is een beetje lastig voor mij. Papa. Kijk eens, Isabel. Kijk, zo. Ga er maar overheen, Lucas. Dus ik probeer te werken met deze kleine, die duikt bovenop me. Zo, kijk. Wat een schatje ben je. Wat een schatje. Dus mama kan alleen zo niet werken. Ik ben mijn theoretisch of mijn dialoog aan het voorbereiden. Nee. Mijn groepje heeft vragen gestuurd. En nou ben ik aan het kijken, kan ik antwoord geven op al die vragen? Dat hebben we bij elkaar gedaan, zodat we ja, gewoon goed voorbereid zijn. Dus, maar het is wel fijn om het op deze manier voor te bereiden. Alleen met Lucas hier. Het gaat zo goed. Nee. Nee. Dus, ach ja. We doen het er maar mee. Poefje. Mama. Ja. Ja. Dan moet mama verder werken. Nee. Niet? Oh, niet raankomen. Mag niet weg. Even opslaan. Voordat je het weer weghaalt wat mama net heeft getypt. Nee. Handig werken, jongens. Nee. Nee, inderdaad. Als je dat weet, zal mama jou dan weer op de grond zetten. Nee. Nee? Ja. Mama. Oh, jij denkt dat mama verder kan werken als jij hier zit? Nee. Oh, dat ook niet. Maar ik mag jou niet op de grond zetten. Mama. Mama, jou opeten. Ja. Mama. Jongens, ik ben klaar op zondag. Het is 2:30. Ik ben gewoon klaar. Ik kan chillen op zondag. Oh my god. Dus, over 3 kwartier begint de race. Dus die gaan we kijken.
En ik kan gewoon weer even een keer gaan lezen. Ik lees het nu... eerst af. Ja, maar die is ook bijna af. Zij is door een roosje aan het kijken. Het is super chill. Ik ben echt helemaal blij dat het gewoon kan. En dat ik even wat kan chillen en relaxen. Dat laat mij echt weer op voor de rest van de week. Dus, oh my god. Maar daardoor heb ik wel vrijdag de hele dag moeten werken. En nu dus nog een halve dag. Dus ja, jongens, studie. Het is gewoon super veel tijd. Maar even chill. Hallo, mijn vrienden. Het is, wat is vandaag? Dinsdag. Dinsdag. En ik was mijn camera vergeten. Anders had ik jullie namelijk meegenomen. Zoals ik dat afgelopen half jaar ook heb gedaan. Want vandaag had ik weer een CGI. Oftewel criteriumgericht interview. En vandaag hield het in mijn professionele dialoog. Wie mijn vlogs de afgelopen week heeft gekeken. Weet dat ik heel erg met het theoretisch kader over bewegen leren bezig ben geweest. Over, maar die zin klopt niet helemaal. Je snapt wat ik bedoel. En vandaag was het professionele dialoog. En dat betekent eigenlijk dat we in een groepje over elkaars onderwerpen vragen moesten stellen. Verduidelijksvragen en zo. En dat koppelen aan theorie en met elkaar. Nou, dat was echt super leuk. Sowieso een fijn groepje. En dat is echt super goed gegaan. Dus tegen ons is wel al gezegd dat we dit dialoog behaald hebben. En dat we eigenlijk allemaal aan de theorie nog wat kleine dingetjes moesten veranderen. Of koppelingen maken. Maar goed, daar krijgen we zelf persoonlijk, zeg maar, via de mail een feedbackformulier over. En dat moeten we dan nog opnieuw inleveren. En we moeten een reflectie schrijven over het dialoog. Zo, over het dialoog. En daarna is het officieel, heb ik mijn eerste studiepunten van deze leeruitkomsten binnen. Heel fijn. Dat is echt zo'n pink. Het is super chill. En ik was ook niet nerveus. Want ik dacht, ja, ik wist ook niet zo goed wat ik moest verwachten. En ik dacht, nou, ik gesprek met medestudenten die ja, eigenlijk al dit hele schooljaar kent. Dus op zich wel chill. Dus nee, het was ook echt leuk. En ze gaven ook echt als compliment de assessoren van, oh, het was echt een leuk gesprek om naar te luisteren. En dus ja, ik ben gewoon helemaal enthousiast. Goed, ik ga even met Ono wandelen en dan ga ik even lekker niks doen. Want ik ben op tijd thuis vandaag, omdat ik van 6 tot 7 het dialoog had. En ik zou eigenlijk naar de school van Isabel moeten, maar dat is gecanceld. Dus lekker even een avondje gewoon rust. Ook fijn. Het is ondertussen donderdag en ik sta in de keuken, zoals jullie zien. En even, ik moet jullie even een beetje bijkletsen. Misschien kan ik jullie gewoon een beetje neerzetten. Dus dat doe ik even. Ik zou vandaag in en bij het werk weggaan. Omdat Isabel een intakegesprek had op school. Of een startgesprek noemen ze dat. Om even ja, na zoveel weken te vertellen hoe het gaat. Hoe ze thuis naar school gaat. Wat ze thuis vertelt. Hoe het dus op school gaat. Dat had ik al gezegd. Ik denk het wel. Maar Lucas heeft eigenlijk al 3 weken kort... verhoging. Het is heel erg dit, zeg maar. Roy maakt zich heel erg druk. Ik verder niet, omdat hij eigenlijk gewoon normaal eet, plast, poept, drinkt. Dus, maar goed, ja, 3 weken is natuurlijk best ook lang. En dan was hij bij mijn schoonmoeder, want dan is hij altijd op donderdag. En had hij toch weer koorts. Dus Roy als zoiets, weet je wat, dan bel ik. Heeft heel veel morgen, want ja, morgen zijn we allebei thuis. En toen zeiden ze eigenlijk aan de telefoon van, nou, van, heb ik nou verteld? Zo, het gaat weer helemaal lekker. Roy die was dus eigenlijk wel veel meer bezorgd dan dat ik dat was. Dus Roy die heeft de huisarts gebeld. En toen was zo, nou, dan laten we wel even naar je schoonmoeder. Of naar je moeder, want het is van Roy. Dus naar grootouder. Om even te kijken hoe het gaat. Want dan kunnen we weer wat dingetjes zo vertellen aan je schoonmoeder of aan je moeder. Zo, dit is echt een onlogisch verhaal. Wacht, dit probeer ik even opnieuw. De assistent die vroeg van, goh, dan kan ik dan even naar oma bellen. En dan kan zij even wat dingetjes doen. En dan is dat meteen een test, zeg maar. Nou, en die heeft haar dus naartoe gebeld. En toen had ze zoiets van, nou, laat toch maar even komen. Hij was ook aan het huilen. Nou goed, toen ik hem kwam ophalen was hartstikke vrolijk. En toen ik bij de huisarts zat ook. Oftewel, ik ben met hem naar de huisarts gegaan. Want het was op dezelfde tijd als het gesprek van Isabel. Super handig, maar ja, ik denk, ja, dan kan Roy het ook alleen. Ik ben het dichtst bij Lucas, dan doe ik Lucas. Dus ik ben met hem naar de huisarts gegaan. Hij heeft super goed gedaan. Hij heeft zo'n ding op zijn vinger gegeven voor zuurstof en hartslag. Vond hij mega interessant. Temperatuur gemeten, was nog steeds koorts. Ondanks de zetpil. Ze hebben in zijn oor gekeken, in zijn keel gekeken, hartje geluisterd, longen geluisterd, et cetera. En eigenlijk was alles goed. En het is waarschijnlijk, want hij heeft waterpokken. Al een paar dagen. Isabel had dat een paar weken terug. Of 2 weken terug.
En waarschijnlijk komt het gewoon daar vandaan. Dus dan heeft hij in eerste instantie wel een virusje gehad. En toen kwam het virusje van de waterpokken opzetten. En daar struggelt hij mee, omdat hij al een lagere weerstand had. Dus als het na een week, nadat de waterpokken weg zijn, nog steeds koers heeft, dan moeten we even opnieuw aan de bel trekken. Maar voor nu hoeven we ons geen zorgen te maken. Nou, en mijn moederhart zei ook niet dat we ons per se druk moeten maken. Maar ja, goed. Toch liever een keer te veel gecheckt dan te weinig. Natuurlijk met kinderen. Het is ons eigen schatje, dus... Hè? Dan is Roy dus bij Isabel geweest. Ik hang helemaal niet lekker, dus ik denk, doe het even toch maar gewoon zo. Roy is bij de school van Isabel geweest. Nou, ze zijn super positief over Isabel. Ze is hartstikke ondernemend. Ze is vrolijk. Mega veel energie, dat weten we. Zeg maar, daar kan ze de jongens goed mee bijhouden, om het zo maar te zeggen. Dus echt, echt veel energie. Ze gaat gewoon goed naar school. Ja, echt gewoon hele positieve dingen. Allemaal eigenschappen hoorde ik van Roy terug. Dat ik dacht, oh, dat wilde ik heel graag zien in mijn kind. En zo, als jullie mijn vlogs langer volgen, of mij überhaupt langer volgen, dan weten jullie dat wij niet hebben gekozen voor een school hier om de hoek. Of vlakbij, maar juist verder weg. Omdat wij specifiek naar de visie van de school hebben gekeken, naar het onderwijssysteem. En daar is het voor wat ik graag in het onderwijs zie. En ja, dat zijn natuurlijk ook eigenschappen die moeten horen bij een kind. In principe kan ieder kind bij ieder onderwijssysteem terecht, maar toch is niet iedereen even geschikt voor, om het zo maar te zeggen. Dus je het ene keer floreert beter bij het ene systeem dan bij het andere. En dat is natuurlijk toch de vraag, want wij maken nu een keuze op basis van visie. En nou moet je kind dat ook maar eigenlijk laten zien. En dat doet ze vanuit haarzelf. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus ik ben eigenlijk alleen maar een hele trotse moeder. En ze hadden eigenlijk maar heel weinig puntjes. Dus ja, ik ben alleen maar zo trots. Dus ik ga in ieder geval even eten maken. Ik heb de iPad daar weer staan. En dan ga ik lekker even serie kijken. Ik ben nu Nine Perfect Strangers aan het kijken op Prime. Ik wil eigenlijk Wheel of Time kijken. Die zit ook op Prime. Alleen, daar komt nog iedere week een nieuwe aflevering van. En ik wil eigenlijk een beetje kunnen bingen. En ik wilde deze ook nog zien. Dus goed, nu ga ik koken en we eten. Runner Tatar. Hello Fresh weer. No school, jongens. As you know, betaal ik helemaal zelf. Betalen wij helemaal zelf. Ik ga even koken. Een hele goede morgen. Het is vrijdag. En ik heb met Isabel op de fiets naar school gebracht. Ah, ik doe dat eigenlijk iedere vrijdag. Het is wel koud, maar ja, muts op, handschoenen aan. En dat is eigenlijk prima te doen. Degene die mij lang volgen, die weten dat we niet... Oh, daar heb ik trouwens gisteren al verteld. Dat niet op de hoek zit. Dus het is zo'n 2 kilometer, denk ik, fietsen. Maar prima te doen. En ik ben nog net even naar de Albert Heijn gefietst. Want die zit daar, zeg maar, een straat verder of zo. En super suf. Ik kom daar eigenlijk nooit. Maar ik ben er naartoe gefietst vanwege een prijs die we hebben gewonnen met de postcode loterij. En ik kijk naar het en denk, vanaf maandag kun je hem ophalen. Maar ik dacht, ja, ik ben er nou toch. Maar dat viel dus weer heel vies tegen. Oh wel. Oeh, blaadjes die vallen. Dus dat was wel echt, echt super suf. Maar ja. Oh, het is trouwens zo fris. Het is echt maar 4 graden of zo. Ik heb net mijn hand van uitgetrokken, omdat ik dus bij de winkel naar binnen ging. En ik dacht, oh, het valt eigenlijk wel mee toen ik buiten kwam. En dan ben ik aan het fietsen. En dan denk ik, had ik hem maar aangehouden. Wie herkent dat? Van, oh ja, het kan wel. En dan denk ik, ah, nee, toch niet. Oké, ik weet niet wat er was. Maar goed. Zo, ben ik even moe van het fietsen of wat? Lucas zit helemaal onder de waterpokken. Die heeft hij overgekregen van Isabel. Super zielig. Hij heeft dus echt mega slecht geslapen. Van de jeuk. Maar uiteindelijk gelukkig wel nog de nacht doorslapen. Maar het heeft wel echt even geduurd voordat hij echt in slaap viel. Zo echt heel ziek. Want hij heeft er echt last van. Isabel toen helemaal niet. En hij echt heel veel. Maar goed. Hij kan dus niet naar het zwembad. Want het water is slecht voor hem. Dus ik moet even kijken hoe ik aan school kan werken vandaag. Want normaal is dat maar rustmoment. Dat er niemand is en ik heel chill aan school kan werken. Maar ja, dat is dus nog een dingetje voor vandaag. Dus ik ga even kijken hoe en wat. Maar daar doen we het maar mee. Goed, ik ga jullie wegleggen. En dan zie ik jullie straks. Yep, zit ik weer achter de laptop. Ik heb alleen een concentratie van een vlak vandaag. Of hoe zeg je dat? Concentratie van weet ik veel wat. Dus het gaat toch maar nieuws. Dus dat is voor 90 seconden. Die bedoel ik, de hele tijd, overal en nergens, een beetje al over de place. Ik moet een reflectie schrijven nog van het dialoog van de week. En over het theoretisch kader. En
Ja, dat. Ik heb er zo geen zin in. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee voor vandaag. Maar ja, goed, ik moet dit gewoon doen. Er zijn dingen die ik moet doen. En, ik heb er gewoon even geen zin in. Maar ik heb echt wel al veel gedaan. Ja. Zie je, dan praat ik, pak gewoon de camera. Dat is ook gewoon werkontwijkend gedrag. Net ook al op Instagram. En nou pak ik gewoon weer de camera. En dan, ja, weet je, het ziet toch niet op als ik doorga met typen. En ik denk, dus ik kan het misschien even zo laten. Ik ben in principe een heel eind. Ja, of ik kan gewoon even afmaken. Dat is misschien nog beter. Hallo, het is, wat is het? Vrijdagavond. Ha! Vrijdagavond en we zijn aan de wandel, zoals jullie zien. Ik vind altijd onnozele dingen, want daar hoef ik helemaal niet te vertellen, want dit zien jullie gewoon. Daar rooien ze capuchon op. Het is creepy. We zijn onderweg naar de bioscoop, want weet je welke film er in de bioscoop draait? Weet jij dat? Weet jij dat? Natuurlijk weet jij dat. Harry Potter 1! 20 jaar geleden, jongens, dat die film uitkwam. En ik heb hem nog niet gezien, dus geen spoilers. Nee, de rest wel, alleen deel 1, wil je zeggen. Oké. Anyways. Deel 1, 20 jaar geleden dat het voor het eerst uitkwam. En ik als Harry... uitkwam, niet voor het eerst. Het gewoon uitkwam. Ja, nou en... Oh, vermoeiend. En ik als Harry Potter fan moet natuurlijk ook deel 1 in de bioscoop zien. Want die heb ik niet in de bioscoop gezien. Echt niet? Deel 2 ook niet, nee. Ik wel. Jij wel? 1 sowieso. 2 weet ik niet. Nee, denk ik eigenlijk niet. 2 en 3 of zo, maar 1 wel. 3 twijfel ik ook over. Ik denk eigenlijk pas vanaf 4. To be honest. Dus, slecht hè? Maar goed, I'm hooked. Ik was al aan de boeken. Dus, maar goed. Deel 1 dus. Er is heel veel zin in om die in de bioscoop te zien. En daarna gaan we nog een film. Want ten eerste, hey, bioscoop abonnement. Ten tweede, draaiden er nog meer films die we konden pakken. En ten derde, waarschijnlijk... Kunnen we de komende 3 weken niet naar de bioscoop? Dus. 3 is het. Wat? Ja, niks. Nee. En dat is toch te... Ja, dat klopt. Maar denk je dat het dan daarna klaar is? Nou, misschien dat daarna dat we wel weer naar de bioscoop mogen. Geen idee. I don't know. I don't know. Maar daar hopen we op. In ieder geval minimaal 3 weken niet naar de bioscoop. Dus dan doen we het zomaar. En als het kan, dan kan het. Hallo, zoals jullie zagen was het beeld helemaal vertraagd. Oftewel, ik was aan het filmen in slow motion en ik weet niet waarom. Ik heb er niet op gelet. Super suf. Dus ik moet op deze manier de vlog afsluiten. Maar ik weet natuurlijk niet meer wat ik precies zei. Iets over Harry Potter. Tuurlijk vet om die in de bioscoop te zien. En de tweede film was... Welke film hebben we nou nog meer gezien? Oh, Way Down. Een soort La Casa de Papel-achtig iets. Maar geen echte La Casa de Papel. Maar ook over een bankroof. Of de bank van Spanje die dan beroofd werd. En die was op zich ook wel leuk. Ja, leuk. Dus dat. Ja goed, ik ga me afsluiten. Ik ga dit beeld nog importeren. Want ik was dus aan het editen. Oep. Maar toen zag ik dat het laatste beeld dus een slow motion was. Echt zo suf. Maar goed. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als dat zo is. Abonneer je op mijn kanaal. Help je me enorm mee. En natuurlijk wel om ook, als je ook nog verder video's blijft kijken en zo. En reageert. Is ook leuk. Reageren is ook leuk. En tot de volgende week vlog. Doei.